We staan vanavond hier aan de Zeeschelde, in Dendermonde deze keer. En wij gaan op zoek naar paaicirkels van de vint. De vint is een haringachtige vis die in de Zeeschelde één keer per jaar voorkomt. En dat is eigenlijk in de lente, eind april, begin mei. Want dat is een haringachtige, maar wel eentje die zowel zoet als zout water nodig heeft. De vint overleeft in de winter op zee, in het zoute water. Maar om zich voor te planten, heeft hij specifiek zoet water nodig. En daarvoor trekt hij ieder jaar de Schelde op, maar ook andere estuaria in Europa. Waarom zijn we nu zo geïnteresseerd in de vint? Wel, eigenlijk is dat toch een beetje een iconische soort voor de Schelde, omdat die soort 100 jaar geleden hier ook voorkwam. Dat weten we zeker. Dat staat in historische bronnen, maar hier eigenlijk vooral in de streek van Klein-Brabant, meer stroomafwaarts van deze plek waar we nu zijn, wordt dat ook doorverteld van generaties op generaties. Die vint was echt een deeltje van de cultuur. In vissersdorpjes langs de Schelde hebben 100 jaar geleden onze voorouders echt geleefd van die soort. Die werd weggevangen, die werd opgegeten. De vertelselen zeggen zelfs dat die soort zo veelvuldig aanwezig was elke lente dat het land ermee bemest werd. Maar rond 1900, 1930 is de soort stilletjes aan weggebleven uit de Schelde, omdat ze overbevist geraakte en zeker ook omdat het water van de Schelde veel te vuil werd. Dus zeker sinds 1930 kwam de vint in de lente niet meer voor in de Zeeschelde. De inwoners van Marigerke, die daarvoor 's nachts wakker lagen in mei van het lawaai dat die dieren maken wanneer ze zich voortplanten, die hoorden plots niets meer 's nachts. En het heeft eigenlijk tot een aantal jaren geleden geduurd voor die soort is teruggekeerd. En dat is het mooie. Dus na bijna 100 jaar afwezigheid komt nu sinds een aantal jaren de vint in de lente opnieuw terug voor in het water van de Zeeschelde. En dat is iets wat heel veel interesse heeft opgewekt. En we hebben momenteel echt superveel vragen nu over die soort. Eigenlijk is er meer niet geweten over de vint dan er wel is geweten. Zelfs ook in de andere estuaria in Europa. Dat komt omdat de vint niet overal voorkomt in Europa. En bovendien is het ook een hele gevoelige vis. Dus het is niet zo makkelijk om die op te vissen en daarover te leren. Maar wat we wel kunnen doen, is dus het paaigedrag van die soort bekijken, zonder dat we die dieren moeten aanraken. En dat komt omdat de vint, in tegenstelling tot de meeste andere vissoorten, een heel specifiek paaigedrag vertoont, waarbij ze zich eigenlijk een beetje laten zien en vooral laten horen. En dat komt omdat als die zich voortplanten, dan gaat een vrouwtje samen met enkele mannetjes in een cirkel zwemmen. En dat genereert eigenlijk een heel specifieke cirkel op het wateroppervlak, die heel mooi te zien is. Dat gaat ook gepaard met een heel specifiek geluid, een spetterend geluid. Een beetje zoals het geluid van een watervogel. Dus vanavond zijn ik en heel veel andere vrijwilligers samengekomen op heel veel plaatsen langs de Schelde. Een heel groot gebied wordt eigenlijk gecoverd van Gent tot Hemiksem op de Schelde, maar ook de zijrivieren, zoals de Ruppel, de Grote Neten tot in Lier en de Durme. Daar staan nu vrijwilligers om straks te zoeken naar waar er paaicirkels van de vint te vinden zijn. Door dat te doen, willen we te weten komen hoe groot het verspreidingsgebied is van de vint. Maar we zijn ook nieuwsgierig naar de timing van die paai. Paaien die enkel overdag, enkel 's nachts of beide, gebeurt dat bij schemering. Speelt ook bijvoorbeeld het getij een rol? Paaien die alleen als het hoogwater is, ook bij laagwater. Vanaf welke watertemperatuur start die paai? Dat zijn eigenlijk enkele van heel veel vragen die nog onopgelost zijn. En waar we nu proberen een antwoord op te zoeken, samen met de hulp van heel veel toffe, gemotiveerde vrijwilligers. We zijn nog steeds op zoek naar nog meer gemotiveerde vrijwilligers om samen met ons de paaicirkels van de vint te zoeken in de lente en specifiek eind april, begin mei. Dus als je in de buurt van de Schelde woont of van de Ruppel, de Grote Neten, het Sennegat, de Deilen, de Durme of de kanten van Gent, Wetteren, Merelbeek en Melle, Wichelen en alle gemeentes daar rond, stuur dan zeker een e-mailtje. Dan kan ik jullie contacteren voor meer uitleg. En dan kunnen we samen in de lente de onopgeloste vragen over het paaigedrag van de vint oplossen.